behoorlijk wat lokale kleur. De regisseur mag ook voor eigen volk supporteren en hij brengt Lena Adomat in deel, de Zweedse die haar rondoefening gaat afwerken. Ja, het wordt toch nog een prima uitgevoerde dubbele salto. Voor het meisje dat men geen zin tot de lichtsten mag rekenen. Maar het is goed om ook nog dergelijke figuren tussen de anderen door aan het werk te zien. Dubbele geschoende salto, ja. Springen op de grond kan zijn en vooral uitstekend. Ja, als je wat behoorlijk brengt, is het ook normaal dat je dan ook het publiek gemakkelijk op de handen krijgt. Maar het was toch in het...